Goedenavond, Zeeland Nu van zaterdag 17 december. Kijkt u naar het belangrijkste nieuws van vandaag. Zeeuwse rugbyhistorie vandaag in Middelburg. Want de rugbyers van Oemoemenoe hebben een unieke prestatie geleverd. Ze hebben met 33-30 van HRC uit Den Haag gewonnen. En plaatsen zich nu als eerste Zeeuwse rugbyteam ooit voor de kampioenspool van de nationale ereklasse. Het allerhoogste niveau van Nederland. En dit was het beslissende moment in de wedstrijd. Oemoemenoe was op zoek naar een try, een vierde try in de wedstrijd, want daarmee werd een extra bonuspunt binnengesleept. En hier wordt dat gevierd. Het wordt binnengehaald door Elijah Marconi. En let op het gejuich. Ja, prachtig. Joey Luitwieler, hij beslist de wedstrijd uiteindelijk. En met een penalty kick wordt het 33-30. En dus zijn ze blij bij Oemoemenoe na afloop. Veel vreugde en logisch, want nog nooit haalde een Zeeuwse ploeg de beste 6 ploegen van Nederland. Het is ze gelukt. We hadden erop gehoopt. Ja, stiekem hadden we het eigenlijk wel verwacht. Alleen ja, je moet het toch maar waarmaken. En ik ben echt heel trots. En nu gaan we ervan genieten. Na de winter speelt Oemoemenoe in de kampioenspool van de nationale ereklasse. Deze beschermde woonvorm in Overzanden is nog maar pas open. Maar de directeur van Zeeuwse Gronden, een instelling met woonvoorzieningen en zorg voor mensen met een psychiatrische ziekte, is alweer bezig met het openen van nieuwe locaties. Zoals hier in Goes. Opmerkelijk in een tijd waarin bijna alle zorginstellingen de hand op de knip houden. Deze doelgroep bestaat, die is er, die zal altijd blijven en er zijn gewoon voorzieningen nodig. Dus als we nu dingen niet doen, moeten we het later allemaal weer heel snel gaan inhalen. De groep mensen met een psychiatrische aandoening schommelt al jaren rond hetzelfde aantal. Toch wil de organisatie uitbreiden omdat ze de ambitie heeft om in alle Zeeuwse gemeenten woonvoorzieningen aan te bieden. En omdat cliënten vragen naar een locatie dichterbij bijvoorbeeld familie. In de buurt zijn toch ook wel een aantal andere zorginstellingen. Wat maakt uw zorg anders? Onze zorg is anders doordat in de woonvoorziening die wij hebben geen drugs gebruikt mag worden. En wij betrekken de familie erbij. We zullen alle mogelijke moeite doen om toch weer het contact met je vader, je moeder of je broer of je zus weer te herstellen. Op dit moment liggen er plannen voor Goes, Koudekerken en Ierseke. De directeur hoopt in de zomer van 2018 de eerste cliënten te kunnen ontvangen. Het was een indrukwekkend gezicht. Een stoet van bijna 100 paarden over het strand bij Dishoek. Een hoop gebries en gehinnik. De winterse strandrit is het slotstuk van het jubileumjaar van de Koudekerkse ringrijdersvereniging. Die bestond dit jaar 65 jaar. Dat was eigenlijk al gevierd, maar toen kwam het glazen huis in Koudekerken te staan en besloten ze nog één keer goed uit te pakken. Zoveel paarden tegelijk op het strand. Het is een zeldzaamheid. En het leverde ook wel wat spanning op voor de organisatie. Als er één gaat, ja, dan gaan ze allemaal. En gelukkig hebben ze zich allemaal heel goed gedragen. Bent u daar even bang voor geweest nog? Ik heb gisteravond wel even een paar keer wat zenuwen gehad. Ja, dat ik dacht, als het maar goed gaat, ja. De stoet zorgde voor veel bekijks, maar ook de ruiters en Amazones zelf waren onder de indruk. Ja, geweldig, echt super gaaf. Ja. Ja, echt genoten. Echt heel indrukwekkend. Dan zie je al die paarden voor je en al dat paardengeluid. En dan, ja, dan krijg ik kippenvel. En dan denk ik, ja, voor een geweldig doel. Dus ja, top. De tocht leverde ruim €2100 op voor Serious Request. Gisteravond is het festival Wonderstroom van start gegaan. 3 dagen lang staat de machinefabriek in Vlissingen in het teken van theater, muziek en eten. Wonderstroom is het kleine zusje van Onderstroom dat in de zomer plaatsvindt. 3 jaar geleden zijn ze met de winterse versie van het evenement begonnen. Nou, omdat het juist in die wintertijd mensen behoefte hebben om elkaar weer te ontmoeten. Nou, wij bieden eigenlijk de entourage met heel veel verschillende voorstellingen. Waar we sales talent laten zien, heel veel exotische voorstellingen. En eigenlijk een mooi ontmoetingspunt voor alle Vlissingers, Walgenaren en Zeeuwen. Dames en heren, deze mensen gaan nu naar binnen. Die gaan zichzelf overtuigen van dit wonder. Ik heb de laatste plaats. Wat gaat er hier gebeuren? We hebben een beeldschone jonge dame die voor uw ogen transformeert in een levensgevaarlijke gorilla. Hoe vind je het hier? Ja, leuk. Creatieve dingen zijn er allemaal. Ziet er goed uit. Meer over Wonderstroom maandag na Zeeland Nu.
vuurwerk bij de start van de jaarlijkse Aagtekerkenrun. 500 deelnemers aan de start en wij volgen de wedstrijd over 13,8 kilometer. En daarbij de heren twee grote kanshebbers op de zegen. En eigenlijk maken zij het vanaf het begin af aan uit. Erwin Harmers in het zwart en daarachter Tim van den Broeke. Een duel tussen iemand uit Middelburg en iemand uit Vlissingen. Maar de jongen uit Vlissingen, Tim van den Broeke, 21 jaar pas, maakt hier in de manteling voor het eerst het verschil. Hij loopt weg bij Erwin Harmers en dan hangt Erwin Harmers al heel snel aan het elastiek. Het is een leuke wedstrijd om naar te kijken, omdat het een duel is tussen twee jongens die elkaar de hele tijd wel kunnen blijven zien. Maar op het strand wordt het verschil wel erg groot. Erwin Harmers komt er niet meer aan. Het verschil schommelt steeds tussen de 10 en 15 seconden. En dat is niet genoeg om bij Tim van den Broeke in de buurt te komen. Hij wint de Aagtekerkenrun in een nieuw parcoursrecord. Want hij is ook sneller dan pleiten vorig jaar was. De lucht was vandaag erg vochtig. En dat uitte zich in alleen maar laaghangende bewolking. Nevelig weer, we hebben de zon niet gezien. En ook de komende 24 uur blijft er veel bewolking. Actieve regenstoringen blijven op afstand ten westen van ons. Komende nacht blijft het veelal bewolkt, misschien later een enkele opklaring. Als het langer opklaart ontstaat er meteen mist in de vochtige lucht. En met weinig wind, rond kracht 2 uit het westen tot zuidwesten, koelt het af tot rond 5 graden. En dat is normaal voor overdag in dit jaargetijde, niet voor 's nachts. Morgen overdag is het net als vandaag vrij mild. Het wordt 8 of 9 graden in de provincie. Het blijft veelal bewolkt, misschien in de middag een paar momenten voor de zon, maar dat is het dan wel. Het blijft wel droog. En opnieuw staat er een zwakke tot hooguitmatige westenwind. De dagen daarna draait de wind naar het oosten en wordt er geleidelijk drogere lucht aangevoerd. Maandag nog veel wolken, maar dinsdag en woensdag aardig wat zonneschijn in de provincie. En tegen die tijd is het een stuk kouder geworden. En tot zover Zeeland Nu. Straks op deze zender zegt u het maar. En daarna ben ik nog bij u terug met het weekoverzicht. Tot straks.